दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना। दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना। इमाम वक्त से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। भाई, zoals wij weten zijn wij nu in de maand Ramadan. En in de maand Ramadan vasten de volwassenen. Kan jij uitleggen hoe ze vasten? Voordat ze vasten, bidden ze de dag ervoor de terawih gebed. Eigenlijk moest de terawih gebed verricht worden op de tijdstip van de hajjat. Maar dat was te moeilijk voor de werkende mens. Tijdens de gelaafd van Hazrat Umar radiyallahu anhu kregen we de toestemming om de terawih gebed samen met het Isha gebed te verrichten. Iedereen die deelneemt aan het vasten mag eten tot de oproeping van het Fajr gebed. Dit is het eerste gebed van de dag die wordt verricht op het tijdstip van zonsopgang. Wanneer je klaar bent met het eten, lees je de volgende dua. Wa besome khadin naweto min shahri Ramadan. Vanaf nu mogen ze nog eten en nog drinken tot de oproeping van Maghrib-gebed. Dit is het gebed die verricht wordt op de tijdstip van zonsondergang. Ze verbreken hun vasten met de volgende dua. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Bai, leg je even uit wat er gebeurt na Ramadan? Wanneer Ramadan voorbij is, is het Eid al-Fitr, beter bekend als suikerfeest. Omdat we op deze feestdag veel verschillende zoete gerechten maken. Iedereen maakt zich mooi en kleedt zich mooi aan. Voor we naar de moskee vertrekken, eten we het zoets. De komende 3 dagen zeggen we de volgende takbiraat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Wanneer we naar moskee gaan, nemen we een weg heen en een andere weg terug. Op het Eidgebed zegt de imam 7 keer Allahu Akbar in de eerste rakat en 5 keer in de tweede rakat. Onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, in deze heilige maand geef sadaqa uitbundig. Wij hopen dat iedereen de mooie gewoontes zullen bijhouden wat ze geleerd hebben tijdens de Ramadan. En wensen nu al prettige feestdagen en Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना। दिलों में प्यार की खुशबू तो होंठों पर दुआ रखना। इमाम वक्त से।